Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ik ben er weer, zondagmorgen. Yes! 4 rondjes. Tjappa! Heerlijk. Ik ging niet helemaal van een leien dakje, want ik heb nog steeds wat last van mijn voet. Blijkbaar heb ik dus iets van een ilpit onder mijn voet. En daar kwam ik van de week achter. Met mijn werkschoenen. Hoe raar dat klinkt. Werkschoenen hebben stugge zolen, daar merk je niet zoveel in. Nou, op een gegeven moment iedere keer een steek onder de voet. En ja, goed, dan ga je op een gegeven moment toch onder de voet kijken. En daar bleek dus zo'n mooi puntje te zitten. Ja, een beetje weggekrapt, zover kwaad als het kon. En toen merkte ik van, hey, dat ging eigenlijk best goed. Maar ja, je krijgt hem niet helemaal weg. Dus iedere keer groeit hij weer opnieuw aan. En iedere keer blijft daar wel meer een struggle. Vanmorgen ga ik weer een klein beetje proberen weg te halen, maar dat is gewoon niet goed genoeg. Dan moet ik gewoon weg laten halen bij pedicure. Nou, dan kan ik even naar mijn zus, want die is pedicure. Dus dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Maar toch, dat was dus de oorzaak van die pijn in mijn voet. En op het moment dat je dat dan hebt en dat drukt dan nog eens een keer iets extra op. Zoals een takje of een dennenappel of wat dan ook. Ja, hey, fuck. Doet toch wel eventjes pijn. Oh ja, allemaal nog... Al zie je dan eventueel vanavond of morgen fijne paasdagen. Ja. Ja, nee, laat ik me niet over beginnen. Ik ga er vandaag niet over beginnen. Vandaag geen voetbal. Ik ga er niet over beginnen. Gisteren PSV gewonnen. Daar ben ik nog kwijt. 4-0. Ik zal het zo. 1-0 eerst zelf. Zwak. Na weggezet. 4-0. Kansloos. Inpakken wegwezen. Hoppakee. Volgende wedstrijd. Juliana, alles inpakken, volgende wedstrijd. Door. Was niet best. Maar ja, ik zou er niet over beginnen. Nou, eerste paas zegt dan maar. Nee, dadelijk even een brunchje doen. Het weer ziet er best wel goed uit. Ik denk dat ik straks wel eventjes met de motor weg ga. Even een rondje toeren. Waarheen? Je ne sais pas. Dat weet ik niet. Dat is altijd weer een verrassing dan als ik met je ga toeren. Misschien dat ik al iemand kan. Misschien dat ik een maatje van me kan bellen. Maar we moeten even kijken wat er gaat gebeuren. Want het is natuurlijk eerst paasdag. We hadden misschien wel planningen gemaakt. Ik weet het niet. Misschien wel in Eindhoven. Ik weet het niet. Maar goed, dat is in ieder geval iets wat we daar gaan bekijken. Nou, in ieder geval, zoals je ziet rondom je heen, lekker weertje, zonnetje erbij, 16 graden vandaag. Zou het onverhoren. Heerlijke paasdag. Nou ja, morgen hebben we nog een dag. Morgen gaan we iets in de keuken doen. Dus dan gaan we niet echt klussen, maar gewoon even een beetje verplaatsen. Wat dingen verplaatsen. En dan zit de paas weer op. Maar goed, voor vandaag ben ik eigenlijk alleen maar blij dat ik... Oh joh, ik kom nog niet aan. Voor vandaag heb ik in ieder geval weer het feit dat ik weer even lekker gelopen heb. En dat ik die 4 ronden weer compleet heb gemaakt. Dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste stukje. Want dat was wel eventjes geleden dat ik dat dacht. Ja. En ik moet zeggen, het ging niet helemaal lekker. Want je kan dan toch wel merken dat als je dan zeg maar bijna 2 weken niks gedaan hebt aan het lopen nu in een bos, dat ook wel te merken is in je conditiedeel. En dat dan gaat 2 weken of anderhalf week, 2 weken lopen in het bos, tik dan toch hard aan in je conditie, het terugvallen van. Dus, maar goed, ik ben in ieder geval, zoals ik al zei, ik ben in ieder geval blij dat ik het in ieder geval volbracht heb. En dat ik die 4 ronden heb gedaan. Dus nou, zoals jullie zien, ik ben weer thuis. Het is het er weer op. De paar minuten die ik heb.
En dan ga ik in ieder geval zeggen en afsluiten van jongens, doe even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan volgende week zondag weer. Een nieuwe zondagpraat. En dan gaan we kijken wat de dag gaat brengen. We zullen het wel zien. Oh ja, natuurlijk hè. Alle discussies die er zijn op forums. Blijft toch altijd iets apart. Blijft altijd iets apart, discussies. Maar goed, daar gaan we niet over uitweiden. Ik zou in ieder geval zeggen, nogmaals even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je de volgende week weer terug. Dus ik zeg nogmaals, fijne dag vandaag. Fijne dag morgen. En dan tot de volgende week. Ik zeg, ciao.